Wij genieten er nog dagen. Oh, mooi. Ja, mijn vrouw reed mijn culturele programma. Buurman, niet ODA70, wat verwacht je hier? Nou, zoals ik zei, ik weet er even van niks. Mijn vrouw reed ons culturele programma in ons. Je vrouw is de woordvoerder. Ja, ja, precies. Mevrouw, wat verwachten we hier? Nou, ik verwacht een grappig programma over de stad Groningen in de jaren 70. Beweging, hè? Dan denk je dat programmaatje van ons, kijken daar überhaupt mensen? Nou, zeker wel. En Nederland is steeds bewuster gaan wonen. Ja, vooral in welk woonverhaal zit ik? Ja, en in welk woonverhaal u zit, dat gaan we komende uur bekijken. Ook een kom, hè, dames en heren. Ja. Binnen een auto is het heel moeilijk naar een chaos die een mogelijk brengt op woonschaal 1. Ja. Ja, dames en heren, het is wel goed dat Jan hier even staat, want dan kan ik u vragen, waar bevindt zich zijn geheugen? U ziet die oermens, die zit boven in die boom en hij is bang. Hij is bang voor die slang die daaronder zit, die slaapkamer bevindt. Dus Jan, dat jij slecht slaapt, dat verbaast mij niet. Die symbolische, metaforische slangen die jou bezoeken in jouw slaap, dat komt om flora en fauna op gang te krijgen. En het is een participatieproject, dames. Nee, zeker niet. Maar we hebben niet stilgestaan hier. Wat moet je eens kijken? Een man als ik kunnen krijgen. En dan beslis je toch op een bepaald moment dat jouw lesbische fase is aan. Regen simuleren op dit dak. Kunnen we dit niet beter buiten doen? Is dit wel een... Nee, maar buiten is binnen. Hè? Oh, dat is waar. Dat staat in het boek. Ja, ja, ja. Nou, daar gaat hij. Daar ga je eentje. Het is je schoonmoeder niet, kom op. Ja, we kunnen toch niet allemaal zijn papa en mama zijn? Ja, maar waarom niet, Steen? Nou ja, omdat Stof en ik de papa en mama zijn. Uitnodigen om vaker die stad in te gaan, hè? Ga ook eens even lekker uit eten, wat vaker. Nee? Dan moet je maar even komen zitten, lijkt me. Ja, nee. Ja, 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 ja. Nu weer in de jaren 70. Ja, ja. Heel mooi, de Sint-Martinuskerk staat. Maar Herman Hetsberger is, zoals het een goede architect betaamt, burgerlijk ongehoorzaam geweest. Creatief. Maar waarom zie ik nou van die menselijke energie zo weinig terug? Als we ons met elkaar blijven committeren aan dat bewust wonen vaak. Als u uw woonlichaam in die stad brengt en daar ontmoetingen aangaat en samen gaat bouwen aan die stad die van onderaf eigenlijk wordt vormgegeven. Uit de humus. Dat betekent dat wij klaar zijn voor vandaag en dat u aan de slag moet. Jij die stad gaat bouwen. Sterker nog. Ja, en ik kan natuurlijk nog niet genoeg benadrukken. Dat boek dat ligt in die winkel. We gaan nu aan de slag. Er staan allerlei handleidingen in hoe je dat moet doen in die stad. Ja, we kunnen wel blijven praten, maar die menselijke energie moet u in die stad gaan stoppen. En dan kijkt u eens, daar is de stad Groningen. We willen u uitnodigen om terug te gaan. We wachten naar de leiding. En we gaan het op te kopen. 25 gulden in de winkel. Komt u maar. Nou, de stad in. Nou, kom eens in het eethuis eten. Ja, gaan we doen.